Hallo mensen van Zdaafd Games, mijn naam is Gijs, ik ben hier met Vincent. Hallo! En wij gaan vandaag, wat kijkers van jullie hadden wat maps ingestuurd, dus ik heb er een paar uitgekozen. Die gaan we doen, yes! Yay! Ik ga de Zen Porno nemen. Wil je even niet zo porno-achtig doen? Oh, ik moest wel een auto kiezen. Ik ga oh ja, ik ben door al mijn geld heen, ik leef in crisis. Gijs, ik vind toch wel die mensen die meedoen een beetje gay. Waarom? Ice Rebel? Oh, nee, we zijn gewoon... Hun Justin Bieber look kapsel met hun... Wat, waarom sta ik voor... Waarom staan we hier voor een... Wat? Hoe moeten we... Oh nee, meen je dit? Oh nee, we moeten hier... Oh my god. Je kan hier tussendoor, Yeah. Remmen Gijs. Oh. Als wij maar hun ownen, moeten we terug hier of moeten we de berg omhoog? Nee, we moeten hier draaien. Oh. Dit gaat zo meer... Oh, het is altijd tegen zijn porno. Ik race iedereen eruit. Ah, wat een loser! Oh nee! Sukkel. Nee! Nee! Shit! Oh, meerdere mensen. Jongens, jullie gaan helemaal verkeerd. Wat moeten we doen dan? Je moet naar de andere baan. Wat is dit een trollrace? Hij is fucking geniaal. Nu staan wij eerst. En nu, waar moeten we heen? Oh, nee! Oh my god, nee! Je moet de andere baan hebben. Bro, laat maar hun... Oh. Yes, iemand en was... En nu? Waar moeten we nu heen? Waar is nu de check... Daar, omhoog, omhoog! Oh my god. Ik vind dit op zich best wel grappig. Ik ook. Alleen, ik heb de beste tactiek. Oh my god, en nu moeten we weer... Ik zou jou niet lastigvallen, wij twee moeten winnen natuurlijk. Nee, ik doe je ook niet lastigvallen. Waar gaan we heen? Oh man, we moeten weer naar beneden. Dit hele kleine gaatje moet je in. Oh nee, niet te hard gaan. Je moet weer terug de tunnel in. Echt? Ja! Oh man. Ik vind dit serieus best wel... Oh, oh nee, nee! Het is heel tijd net... Oh my god. Je moet zo meteen heel scherp naar links toe, trouwens. Zeg maar, in de tunnel is er één zo'n gat en daar moet je in. Dat je op de andere baan komt en een soort van gaat spookrijden. Oh my god. Please, please. Oh nee. Oh ja, ik zie het! Oh nee, fuck! Ik ging het keihard door! Wat een losers! En wat moet je daarna doen dan? Terug, je moet op de andere baan! Kan je hier niet overheen? Nee, niet dat ik weet. Shit! Ik had precies hetzelfde... Oké, wacht even. Langzaam naar de checkpoint. Oké, links. Ik heb het ontdekt. Je moet gewoon langzaam de checkpoint inrijden. Dan kan je kijken waar je heen moet. Gijs, wat moet je hier nou doen? Zeg het me. Doorrijden? Nee. Oh, nee. Nee, nee. Doe me dit niet. Gijs, praat alsjeblieft. Oh mijn god, Vincent. Je moet de andere baan op. Nee, op de... Zeg maar de... Oh, jullie gaan verkeerd. En zometeen ga je waarschijnlijk weer verkeerd. Oh man, wat is dit echt een godsgloeiende troll. Oh nee, hij heeft allemaal... Ik vind hem wel super grappig. Oh nee, dit ga je toch niet... Oh, wacht. Hoe kan... Oh, dankjewel voor het setje. Wat moet je nu doen? Omrijden. Waar ben je nu? Ben je bij de containers al of nog niet? Ja, moet je daar tussendoor? Nee, je moet helemaal weer terug op de andere baan. Dus zeg maar bij de opening moet je er weer in. Oké. Okay. Please, de gozer die dit heeft gemaakt, maak gerust nog een keer zo'n map. Ik vind hem geweldig. Super grappig. Die vent die loopt helemaal te botsen door die container. Dit is echt zo mindfuck. Dat shit zo van, waar moet ik nu heen? Oh nee, waar moeten we? Oh god. Moeten we, hoe moet ik nou? Moet ik zo? Oh, nee, niet zo. Dat is steden van grill. Oh, perfect. Bochtje om. Vincent, waar ben je? Oh. Ik ben redelijk ver. Hoeveel ik ze staan? Ik ben nu teruggegaan en moet ik nu naar links? Ik denk het. Ik oh, ga je moet zoveel vervelende zigzaggen maken. Ik ben tweede. Oh nice, dan gaan we nog winnen. Wat moet ik hier doen? Weet ik niet, waar ben je? Doorrijden! Nee, ik rem bij de checkpoint!
En dan moet ik weer terug, de bij jou omhoog? Ja, ja, je moet uiteindelijk de snelweg weer op en dan moet je zeg maar heel de tijd banen hoppen, zo links, rechts en dan uiteindelijk zit je weer in tijd goed. Ja, we moeten hier links. Dit is super grappig, dit hoppen. Ik vind het ook echt, dit vind ik een leuke originele race. Ja, dit is super grappig. Vooral omdat je ze niet echt zo... Wie heeft hem gemaakt dan? Zijn naam stond volgens mij... Als ik het niet vergeet, zet ik het erin. Ik vind deze super tof. Hij had 3 van die races opgestuurd. Echt? Oh, nee! Oh, op Twitter! Ik had het gezien. Ja. Ik had het toen nog naar jou gelinkt, toch? Ja, volgens mij wel. En hij had ze 2 keer gestuurd, dus ik zat van... Nou, dan doen we die van hem zeker weten erin. Trollolol deel 1 heet deze. Dan zou die deel 2 al helemaal troll zijn. Het wordt dus gewoon de week van de trollen. Oh, ik zat echt zo van... Ja, wat kan hier nou misgaan? Hé, hey, mochten jullie meer van dit soort mappen hebben... Jullie kunnen ze opsturen naar @DutchTurns en @GTypo op Twitter. Als je gewoon een van ons mentions... Dan kan je ze zien op dus David Games of op GTypo of op de DutchTurns. Een van de kanalen zal je altijd wat dit soort mappen zien. Super vet als jullie dit soort shit sturen. Love you, support all. Bromance, alles. XXXXX. Wij zijn niet te breken. Wil je nooit meer kwijt. Oh, nee. Nee. Wat? Oh, wat is hij ook echt een... Ja, je ziet het vanzelf zo meteen wel. We moeten draaien zeker, of niet? Je moet op de andere baan komen. Echt niet, je kan hier gewoon deze... Je kan er niet door. En dan komen we zo meteen ook nog achter. Deze troll! We denken van, yes, nou, checkpoint halen, we alles in. Oh, wacht even. Hoe ga ik dit... Oh ja, wacht. Nee, dan moeten we nu naar de linkerbaan. Linkerbaan. Ik zat ook echt van, oh mijn god, dit hij gaat zo... Hij heeft de troll gewoon aangegeven, hè. Hij heeft gewoon een bordje daar staan met pijltje naar links en wij kiezen rechts. Oh, echt serieus? Zijn we echt gewoon zulke aardappels? Ja, we zijn gewoon keihard getrold. We dachten van, oh, dit is afgesloten, maar die pijltjes stonden naar links. Ik zat er al zo naar raar naar te kijken. Ik denk gewoon, oh, dat zijn dat gewoon is af... getrold, of... Ik denk, oh, dat zijn gewoon van die afzetbordjes, zo van, hier mag je niet oprijden. Oh, man, nee. Waar zijn die andere 2 dudes dan? Nee, oh mijn god, wacht even. Nee. Oh, phew. Dit scheelt, hoef ik niet gigantisch om te rijden. Oké, oh, nee. Hij weet ook wel echt gewoon vervelende dingen te maken. Hey Vincent. Waarom botst nou tegen me aan? Ik zorg de hele tijd dat wij eerst of tweede staan en jij beukt de hele tijd tegen me. Sorry hoor. Oh, aan de kant. Zo. Die gozers die meedoen, dit zit volgens mij ook echt van... Wat is dit voor rare race, Gijs? Gijs, je moet terug. Nee, ik ga goed. Oh. Nee, je moet terug. Nee, ik ga goed. Ik weet niet hoe jij gaat, maar ze missen de mid! Oh, afslag die nemen. Die tegenstanders rammen de full miss, joh. Allebei nice. Rammen er gewoon langs. Dan zijn wij niet de enigste 2 sukkels die dat hebben gedaan. Oh, ik klap vol tegen die billboard omhoog. Waar moeten wij heen? Oh. Mijn auto is helemaal naar de kloten. Oh dit is god. Super grappig. Oh, we gaan, oh, wacht even. Oké, de berg op. Chill. Oh nee. Hoe lang duurt deze race? Oh god, oh, wacht even. Heb je al gecheckt hoe lang de race duurt? Ik heb eigenlijk geen flauw... Zal ik eens even kijken? Oh, we zijn er bijna. Oké. Dus ik ben nu bij checkpoint 53 van de 58, dus... Oh. Even steken met de auto, kan gewoon. Ik zit toch op de berg. Ik vind het ook helemaal geweldig dat je ook met een supercar deze race moet doen. Zo van, ja, pak maar gewoon... Oh, nee. Nee, doe dit me niet aan. Wat? Je moet zo meteen weer de berg op. Ho. Ik zit de hele tijd van... Hoe moet... Oh, wacht. Ja, daar komen hun zo meteen ook al. Moeten wij hier al... Ja, omhoog. Verder omhoog. Nee. Guys, wacht verder even. Omhoog. Ik kan dit... Dit gaat lukken. Ik heb vertrouwen in mijn zin porno. Oh. Okay. Zo, perfect. Oké, wacht even. Jij komt van die kant, ik kom van deze. Ik zat zo van... Wacht, dit was iets te vroeg. Oh nee. Kunnen we hier alsjeblieft omhoog? Nee. Nee. Hoe moeten we hier omhoog komen? Verder omhoog rijden, denk ik.
Ja, hier, nog eentje door. Oh. Shortcut. Even kijken. Oh ja, zo zitten we op de juiste hoogte. Oké, mooi. Hoop ik. Please, laat het niet de buitenbocht zijn. Anders ben ik zo genaaid. Oh, ik ga van derde een keer naar eerste toe. Ik ben vierde. Nu nog wel. Oh, yes! Ik heb de checkpoint. Oh, god. Oeh! Oh. Hoe kom je omhoog, Gijs? Je hebt op een gegeven moment zo'n soort zandweg. En dat lijkt net alsof het misvormde weg is. En daar kan je omhoog. En daarna wens ik je heel veel succes met het... Oh, god. Nee. Ik zou vaart gaan maken als ik jou was. Oké, waar is de stunt? Ik ram tegen allemaal bomen. Het is rotzooi hoog, jongen. Oh my god. Oh, wacht even. Oh, ik snap hem. Wat? Oh, ik zie het. Ik zou je niet in de weg rijden, sorry. Kom je er? Ja, nailed it. Ik ben op het land. Ik zou echt flink gas... Ik kom er niet! Ik zou flink gas geven. Ik kom er niet. Ik geef heel flink gas. Oh, wauw. Dit was een heel teleurstellend einde voor mij. Maar ik heb hem gehaald. Ik vond het een leuke race. Ik nam een hele straal gas, joh. Echt. Kijk hoe ver ik sta nu, hè. Ik zit Kijk hoe ver ik sta. Als ik nu je gas ligt, geef, je ligt nu ondersteboven. Nee, dat ben ik niet. Oh, dan zit ik naar iemand anders te kijken. Oeps. Oké, ik geef nu gas, hè. Kijk. Hier. Huh? Ik kom er gewoon niet. Zie je dat? En ga eens nog verder op de berg. Nog verder op de berg. Dat kan niet. Oh, ik zit helemaal bovenaan. Ik moet geld betalen aan de man. Oh god. Kijk, hier. Hier. Bovenaan op de berg, zoals jij zegt, hè? Oh god, zit je helemaal hier? Helemaal bovenaan op de berg. Oké, daar gaan we, ja? Ja. Oké, niet al te veel gas geven, want dan gaat de auto op de kop. Kijk of het spinnen. Kijk, dit soort dingen. Kijk, gaat hij gewoon uit zichzelf. Gaat hij gewoon spinnen en shizzle. Oké, let op. Ik geef nu gas. Daar gaan we, ja? Hier, ja. Hop. Hier, hop, hop, hop. En doe je auto naar achter. Doe ik hier. Kom er gewoon niet. Hoe de hel kan ik daar niet komen? De laatste jump is wel haalbaar. Ja, hij is haalbaar, maar ik kom er gewoon niet. Zelfs niet met vol gas, zelfs niet met half gas, zelfs niet met... En als je je auto probeert naar achter te... Dat je een soort backflip gaat doen of een frontflip. Eén van de twee. Dat doe ik. Ik trek hem helemaal naar achter. En probeer hem nu eens naar voren te doen zo meteen. Geen flauw idee of het gaat werken, maar... Wie niet probeert, die weet het niet, denk ik. Dat is waar. Kijk, dat is zo close! Kom gewoon niet! Ik kom er in godesnaam niet. De rest eigenlijk ook niet. De rest heeft ook struggles. Hoezo is het mij in één keer gelukt? Ja. Ik ga eens even kijken hoe we het gaan proberen. Oh, Ice Rebel neemt een aardige vaart. Nee, het lukt hem ook niet. Stelletje noobs. Echt zo stom. Wat heb jij gedaan omdat het wel lukt dan? Gewoon gas geven. Ja, dat doe ik ook. Vanaf dezelfde plek waar jij toen ook deed. Precies dezelfde plek. Echt, geen grap. Zout op met jullie auto's, hè? Ik weet één idee. Je moet, als iemand je moet eigenlijk achter een auto gaan staan. Als iemand de jump gaat proberen, want dan krijg je slipstream. En dan last moment moet je hem eigenlijk inhalen. Ik land wel met de achterkant er. Oh, iemand is tweede geworden. Die vent is... Oh, je moet hem eigenlijk net op de middelste rots ding... Oh nee, het is hem niet gelukt. Laat maar. Ik wou zeggen, de roel... Wacht, is iemand Ja. Hoe dan? Wat? Ik heb heel die vent gemist.
Oh, wat gebeurt er? DNF? Fuck! Ik ben gewoon getrold door een kijker met dit. Trolla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 . Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet op dat duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op onze kanalen. G-Typo en de Dutch Stumps. Outro is klikbaar. Wij uploaden ook leuke GTA content. Dus als je meer wilt zien, kijk vooral onze kanalen. En dan zien we jullie. Later.